Zondag, de Kinko. Hallo, ik ben de Kinko en ik ga een video doen met Thijs. Jee. Nou, zoals je ziet ga ik een filmpje een huis maken. Een skeleton. Ja, ook niet echt veel. Maar we gaan het huisje bouwen, even niks doen. Maar oké. Thijs is net hier omdat hij nog spellen had van cheat. Maar dan gaan we het uit, even een zandboot maken. Geen idee waar ik het voor kan gebruiken. En nou ja, even alles kapot maken, even steen halen. Het is wel nodig voor een huisje te bouwen. En een torch. En dan even snel opmijnen. En dan kom je weer aan. En dan haat deugd om dit kapot te maken, maar oké. Triet van muizen bij. En even naar beneden. En dan gaan we even weer een extra deel van het huis bouwen. Lekker snel. Even een skeleton killen die buiten stond. Lekker om de boom te schuiven van de zon. En ja, het farm even weg laten gaan. En het farm zo meteen uitbreiden. Is, nou ja, we gaan het nog even naar binnen. Ja, nu. We kunnen lekker gaan uitbreiden. Bijna klaar. Even brood maken. Lekker 20. En lekker eten. Dan geef ik ook wat aan Thijs natuurlijk. Die vindt het ook wel lekker om iets te eten. Ik heb het je altijd boeken. Dat vind ik wel leuk. En zo. Ik wil eigenlijk nog een chant in deze video. Dat vind ik wel leuk. En Thijs die had een beetje lek. Want Thijs stond bij mij op een plek, maar Thijs stond eigenlijk ergens anders. Dus Thijs moet even uit en inloggen. Even van alles in de chest doen. Blokje kapot gemaakt, anders kregen we de chest niet open. Nou, even weer stones gaan halen. Dat is wel handig. Ja. Ik ben iets vergeten, dus moet ik even terug. Paardpoort natuurlijk, dat hebben we wel nodig. Dus ik ga mijnen. Ja. Ja, skeleton. Zo. Bijna ben ik, yes, eindelijk. Hij is dood. Ja. Even wachten totdat Thijs even al zijn levens teruggeeft. En nou, even een bijl maken om te hakken. En het wordt alweer bijna nacht. Zo, dat gaat snel. Even naar binnen. Even het dak afmaken, dat er geen zombies binnen kunnen komen. Thijs is vertrokken. Au, jammer genoeg. En even alles weghalen om het even van hout te maken. Ik wil hem later ook nog een hele weg omhoog maken. Wel zo handig, vind ik. En even mijn, wat ik in mijn handen heb, opschonen. En nu ga ik even een pickaxe maken, 2. En dan ga ik even naar de mijn. Proberen diamonds te zoeken, want ik wil naar de nether. Lijkt me wel leuk als ik daarheen kan. En nou, dan moet je gaan mijnen. En nou, even naar beneden. Ik moet zo zitten. Even kijken of ik het blokje heb. Yes! Emerald! En liep eens wel zoeken, jippie. Even naar beneden, want ik wil er wel hebben, hè. Nu moet ik weer omhoog, lekker met stones. En dan ga ik nu even kool bakken, komt ook nog van pas. En zo. Space in de kool, grappig. En nu gaan we even de electronies in de mijn killen. 1, oh nee, toch 2. Grappig. Is het een familie of zo? Nou, deze familie wordt dan even gekeerd. Dan ga ik even kijken wat hier is. Even kijken hier. Wat zou hier zijn? Even kijken. Enterman was dan net. Rennen, dat vind ik eigenlijk. Nou ja. Dan ga ik even naar boven. Yay. Nou, even het ijzer laten branden.
En even het dak verbeteren. Want dat is ook wel nodig. Zo, het dak is verbeterd. Gaan we kijken voor de armen. Nou ja, ik wil een aanbeeld gaan maken, maar ik heb net iets te weinig armen, want ik moet er in totaal 31 hebben. Maar ik moet er nog dus 5 bij hebben. Dus nou, ik ben nu even aan het uitrekenen of het klopt. En dan ga ik even naar beneden om armen te halen. En nou ja, ik weet wel een plekje waar armen zit. Hier. En hier heb ik al zat armen hier. Dus dan ga ik weer naar boven meteen. En dan moet ik even gaan branden. En ik had al 6, dus ik had 1 arm te veel, maar dat maakt niet uit. Want arm te veel, het is niet zo erg. Even een houten bloem maken. Hoort er ook wel even bij. En de houten bloem. Ja, ik sluit mezelf een beetje in. Dat kan beter. 7 blokje, grappig. Maar oké, dan ga ik even een aanbeeld maken. Sommige mensen vragen zich af hoe je een aanbeeld moet maken. Maar dan moet je met iron blocks doen. Dan heb je 3 iron blokken nodig. En 4 iron. Voor het onderkantje. En zo heb je een aanbeeld. En dan ga ik even het aanbeeld neerzetten. En wat je er ook mee kan doen, je kan er ook dingen mee maken. In plaats van meer chanten. En nu ga ik er ook meer chanten. Maar eerst ga ik even dat oppakken, want ik wil wel de chest ergens anders hebben, wel een beetje netter. Het is wel iets netter, beter. Een enchanting look, een enchanting slot, ik vraag me af wat dit doet. Even in de scan te spawnen, testen. En even wachten totdat er een skeleton komt. Ja, ik heb een skeleton en even wachten, waar blijft hij? Ah, kijk, ik snap hem. Wat het doet, je krijgt er meer XP van. Dat is fijn. Dat vind ik echt heel handig. Dan krijg je meer XP en kan ik sneller weer enchanten en zo. En even schuilen, rotaten. En bleek dus dat ik hier ergens dood ben gegaan. Dat was heel vervelend omdat er een skeleton van achteren kwam. En toen ging ik zo dood. Dus die chest staat in de weg, het regende nog. Nu ga ik even natuurlijk wel even houten vloer hier op maken. En het is grappig dat een aanbeeld kan vallen. Dan even alles goed maken. Hè. Even houten vloertje erbij. Ja, dat duurt wel even. Even deze 2 chests kapot maken. En dan zet ik eentje daar en eentje daar. En dan ga ik het even vullen. Goed. En nou ja, er wordt wel natuurlijk een crafting table langs. Ga ik ook doen. Dat is wel handig. Verkeerd plek. Maar oké, dan ga ik nou even dirt hier weghalen. Is wel zo netjes. En een betere gang maken richting dat. Ja, verder is er ook niet echt heel veel wat ik nog in deze video ga doen. Weer stond mijn spin staat in de weg. En even een paar bomen hakken. Dat is wel handig. En dan ga ik even de hele chestboom zien hangen. Het gaat ook snel. En dan ga ik even roze wat metter maken. Ja, even de bloem maken. Dit is al bijna de laatste blok. Ik denk dat het de laatste blok is. Even een paar deuren maken natuurlijk. Wel zo netjes. En dit is dan ons huis ongeveer. Ik geloof dat ik nog 1 blok ben vergeten. Oh ja, dat blok. Ja. Nou, even hout en de deur weer. En nou, dit is ons huis. Maar goed, er komt letterlijk een trap omhoog. En dan ga ik maar eens even... Oh, wacht. Dit blok zit nog verkeerd. Oké, dit is ons nieuwe huis. Ja, ja, dit is ons nieuwe huis. Wat ga ik doen? Ja, ik ga maar even wat XP halen. Om lekker mijn zwaard weer beter te maken. Mijn enchant zwaard. Dus dan zeg ik, lekker, goodbye, pik.